Hallo allemaal, ik ben Nerfboy en vandaag heb ik voor jullie een unboxing review van de Nerf Zombie Strike Side Strike. Ik heb hier een week op gewacht, een week. Niet normaal is dat, maar ik dacht, goed, hij is hier wel op deze site het goedkoopst, maar dus hij is eindelijk binnen en ik kan het dus eindelijk een review nu over doen. Dus ja, we gaan even kijken, nemen naar de box. Het is een open face box, dus je kan de blaster gewoon aanraken. Je ziet hier een klein beschrijvingetje dat het blaster en de holster. Het komt met een holster. Hier zie je Zombie Strike logo, hier zie je een soort van zombies en zo. Hier zie je Nerf & Strike Elite logo nog. Hier zie je Side Strike staan, dat het 8+ is aangeraden. En ja, hier zie je nog het Nerf logo en hier zie je een gast die de blaster aanraakt. Voor de rest zie je op de back hier een soort van beschrijving hoe je moet vuren. Dat het met 6 darts komt en hier staan nog een waarschuwing dat je niet op ogen en op gezicht sowieso moet richten. Dus ja, we gaan hem nu unboxen en dan ga ik hem voor jullie reviewen. Even kijken hoe die zit. Volgens mij zit hier niks. Nee, daar zit niks. Zo, ik zie hier voor de rest ook de kantjes, dus dat gaat allemaal los. De rest zitten hier de kantjes. Dit is jammer. Even kijken. Even kijken. Hij kan nu open als het goed is. Volledig open. Oh god, die zit ook nog allemaal. Shit dingetjes volgens mij. Nee, hij zit voor de rest niks. Hij moet gewoon niet open kunnen. Come on. Oké, zo. Oké, goed. We krijgen nu een hele shit zitten hier zo. Maakt niet uit. Zo. Ja, maakt niet uit. Kunnen we gewoon verlaten. Fuck up. We rukken hem er gewoon uit. Fuck dat. Oké. Daar is de blaster met de holster. Dat is de blaster. Zo. Dat is een harde plunger. Voor zo'n pistool zoals deze heeft het echt een hele harde plunger. En hier heb je de holster voor de rest waar die in kan. Dus dat laten we zo eventjes. Halen we dat er even uit. Drukken we er gewoon uit. De box hoef ik toch niet te hebben. En hierin zitten de 6 Zombie Strike darts. Gewoon groen normale darts. En nog een instruction. En die laat ik wel even nu meteen zien dan. En hij ziet er zo uit. Dit is hem zo. En hier is het de rugwerk dan. Nou, voor de rest is het niet veel bijzonders. Goed, we halen de box nu weg. Voor jullie, zodat het niet in de weg staat. Dat jullie dood verveeld. En goed, hier hebben we dus de blaster zichzelf. Goed, de blaster is een kleine blaster. Voor de rest heeft hij onder het tactic rail voor, het maakt niet uit voor wat voor attachments. Bijvoorbeeld een laser sight, maar die zit gewoon in de weg, dus dat kan niet. Het is een hele kleine tactic rail. Ja, het is niet heel erg lang. De plunger tube, ja, dit is hoe je hem primet. Je trekt dit gewoon naar achter en je laat hem los. Je kan ook gewoon zo naar doen. Je kan ook zo doen, gewoon, weet je. En dan schiet je door deze trigger te in te drukken. En dit is een hele lekkere trigger, moet ik zeggen. Voor de rest heeft hij een best wel kleine hendel. Voor wat grotere mensen met grotere handen zal het heel erg klein zijn. Maar voor mij is het, het is lekker voor mij op zich. Maar bij mij zit het ook een beetje, irritant.
voor de rest heb je een soort van ja, oranje dingetje voor geen reden daar eigenlijk zit. Het doet helemaal niks. Ik heb het gevoel dat ik het eraf wil halen. Dat het me heel erg moet denken aan de site. Ik bedoel aan het Firestrike. Voor de rest, dit is een mooie kant. Voor de rest zie je nog een Zombie Strike lopen. Je ziet hier Nerf. Je ziet hier Side Strike nog staan. Op de andere kant zie je dat ook nog staan. Maar ja, dat is minder maar goed te lezen. Ja, voor de rest, kijk. Gewoon zo laten zien. Voor de rest is het gewoon dat je zo primed. En de plancher is echt heel sterk. Het is echt heel sterk. Goed, hoe je de blaster reload is simpel. Hier kan je een kogel kwijt en hier kan je nog twee extra kwijt voor je weet maar nooit. Voor de rest richt die, ja, het richt niet verkeerd voor de rest. Dus ja, dat vind ik wel chill. Dus hoe je een reload is gewoon dit. Je doet hem er gewoon in het holletje daar zo. En dan kan je hieronder ook nog twee kwijt. Net zoals bij de Fire Strike zat. En dan kan je primen. En ja, dan kan je schieten. Maar ja. Even kijken. Nou, het heeft er aardig wat druk achter zitten, dus ja. Maar voor de rest zijn dit gewoon zo'n doodnormale Zombie Strike darts. Die gewoon bij elke Zombie Strike blast kwamen. Dus ja, nu gaan we over naar de holster. De holster is gewoon van plastic. Je kan hem indrukken, dat soort dingetjes. Dan heeft hij een Zombie Strike logo staan. Voor de rest heb je hier de bandel, waardoor je hem aan je zijkant van je broek kan doen. En hier heb je nog kogelholders, waardoor je gewoon de kogels kan vasthouden. Hoe doen ze er nu gewoon in? Je hebt er 4 in totaal. Dus ja, je hebt altijd nog kogels gewoon over. Dat is gewoon heel chill. Om te hebben bij een blaster. Voor de rest is deze holster. Daar doe je gewoon zo de side strike in. En ja. Hij gaat er echt niet vanaf komen. Hij gaat er echt niet vanaf komen. Dat vind ik echt heel goed. Oké, als je echt heel erg hard smijt, dan gaat die eraf komen. Maar ik denk niet dat je kaart gaat smijten met het ding. Voor de rest kan je... Ja, je kan hem aan 2 kanten tegelijk gewoon doen. Alleen zit hij bij deze wat... ja, krijg je hem er makkelijker af dan dat je hem gewoon zo hebt. Dan komt hij er minder af. Dus de Zombie Strike logo moet aan de kant zitten van... dat hij gaat er zo in. Dus de handle van de blaster moet aan de... Even kijken, voor jullie is het de linkerkant zitten van de holster. Dan zit hij strak vast. Zo zit hij los. Dan kan die er veel makkelijker afvliegen wanneer je bijvoorbeeld aan het rennen bent. Voor de rest kan deze holster, als het goed is, ook nog een Fire Strike zelf vasthouden. Ja, hij kan het vasthouden. Hij ziet er wel heel snel uit. Maakt niet uit hoe je hem erin doet, maar hij kan er wel in. Misschien dat hij nog aan mijn Black Rush. Nee, Black Rush gaat hem niet lukken. Het is eigenlijk een Pink Rush, maar ik noem hem nu Black Rush, omdat hij nu zwart is geworden in plaats van pink natuurlijk. Dus daarom. En ja, voor de rest is dat eigenlijk mijn review wel zo'n beetje. We gaan hem nu firing test doen. En dit is ook mijn eerste firing test met de kogels, dus we gaan hem schieten. Ik ga hem dus nu aan de zijkant van het broek doen. Ik vind hem lekkerder aan de rechterkant, kan ik zeggen. Ik ben rechts, dus dat zit bij mij lekkerder. Oké. Kijken. Wauw, dat clipje is lastig aan je broek te krijgen als je een beetje een strakke broek aan hebt. Dat heb ik een beetje zitten. Dus ja, dat is wel een beetje jammer, maar maakt niet uit voor de rest. Goed, ik heb hem zo nu aan de zijkant zitten. Dan gaan we nu naar de raam lopen. En ja, zoals je ziet kan je hem makkelijk hier zo en kan je makkelijk eruit halen. Ik zou hem op zich eigenlijk wel zo doen. Puur omdat je hem dan makkelijker eruit kan halen dan dat je hem aan de rechterkant eruit gaat halen. Want deze zit dan nog best wel los ook en zo. Dus ja, dat lijkt mij wel chiller dan gewoon anders te doen. Dus ja, nu gaan we naar de firing test. Goed, ik heb hier de zijkant. Goed, daar gaan we dan. Zo. Dat is een best wel... hard schot. Wauw. Dat is een hard schot. Wauw. Dat is een hard schot. Bij je achterste kogels, bij de holster die daarachter zit, kan je wat moeilijker bij. Dan moet je hem eigenlijk met je linkerhand vasthouden. En ja, daar heb ik niet echt veel zin in. Dus dan moet ik echt helemaal dit doen eigenlijk. Ik moet mijn hele lichaam gaan draaien. Zo, voor de rest ziet deze blaster erg hard. Ik zou deze blaster zeker wel aanraden. Dus ja, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze
video. Like hem even en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon weer in de volgende review. En ja, of een andere video, het maakt me niet uit, maakt niet echt uit wat. En ja, dan zie ik je er gewoon weer later. Dat is Nerfboy, Nerfboy uit.